Hallo, ik ben John Verhoeven, ik ben contentstrateeg en ik ga een antwoord geven op een vraag die mij gesteld is over contentstrategie. Nou, iemand met een heel interessant blog over wandelen, een heel populair blog, heeft mij gevraagd hoe krijg ik nou een artikel gepubliceerd in een heel mooi publiekstijdschrift in Nederland. Hoe moet ik dat nou aanpakken? Nou, daar heb ik een aantal tips voor, die ga ik je nu geven. Tip 1. Ga je eerst eens goed verdiepen in dat tijdschrift. Ga eens naar de website toe en ga eens kijken of je kunt uitvinden wat voor publiek ze hebben, wat voor lezers, hoe oud je lezers zijn, hoe ze eruit zien, wat ze doen, hoeveel geld ze uitgeven. Vaak is er op die website ook wel een documentje te vinden, bedoeld voor adverteerders, zodat je een goed beeld kunt krijgen van waar ze eigenlijk op targeten, wat voor doelgroep ze hebben. Dat is de eerste stap die je moet zetten om dat blad beter te begrijpen. Tip 2. Probeer een goed beeld te vormen van die publieksgroepen die er zijn. Ga eens na of je bijvoorbeeld een beeld krijgt bij een groep jonge mensen met gezinnen bijvoorbeeld, met kleine kinderen. Of een groep ouderen met wat meer vrije tijd en misschien wat meer geld. Of nog een andere groep. In ieder geval probeer je eens van per groep een beeld te vormen van wat zij zouden willen van jouw idee van dat wandelen. Tip 3. Probeer je expertise te laten aansluiten bij de sfeer van het blad. Het zijn niet allemaal van die fanatieke wandelaars, zoals jij dat misschien zelf wel bent. Maar misschien willen ze in de vakanties wandelen. Of misschien alleen op zaterdagmorgen of op zondagmiddag. Of 2 uurtjes met de kinderen. Probeer dus te verplaatsen in die doelgroepen die je daar hebt gezien. Tip 4. Zet je ideeën kort op papier. Maak geen lange verhaal waarin je precies gaat uitleggen wat je wilt gaan doen. Nee, hou het kort. 3, 4, 5 ideeën, misschien per doelgroep eentje, is genoeg. Tip 5. Eigenlijk ben je niet een verhaal aan het verkopen, maar je bent je expertise aan het verkopen. Dus probeer je te realiseren dat zo'n blad jou vooral interessant zou kunnen vinden vanwege jouw expertise en niet per se vanwege jouw concrete ideeën. Zorg ervoor dat je geïnspireerd, enthousiast overkomt en weet waar je het over hebt. Als dat overkomt, heb je eigenlijk al heel veel bereikt. Tip nummer 6. Ga eerst eens bellen met de redactie en vraag met wie je dit zou kunnen bespreken. Gooi dus niet zomaar een mail naar het algemene redactieadres en hopen dat er wat van komt. Nee, eerst eens bellen, vertellen wat je wilt en vervolgens vragen aan wie kan ik deze mail sturen. Tip 7. Je bent misschien bang om je beste ideeën weg te geven. Dat maakt niks uit. Je houdt het algemeen en kort. Het gaat erom dat je inspirerend overkomt. En dat je prikkelend overkomt, omdat zo'n redactie denkt, ja, als wij het over wandelen willen gaan hebben, kunnen we beter die even bellen, want die kan dat veel beter dan wij. Tip nummer 8, de laatste tip, en misschien de belangrijkste, ga op zoek naar een samenwerking van jouw blog met het magazine. Denk na over lezersacties, over de manier om het blad bekend te maken bij jouw volgers, een manier om jouw volgers naar het blad toe te krijgen, en op die manier ervoor te zorgen dat dat blad ook in zijn commerciële exploitatie iets kan hebben aan de samenwerking. Daar is elke uitgever, elke hoofdredacteur super blij mee. Dus gebruik die kans.